pesten dieren elkaar. En als ze dat al doen, waarom doen ze dat? Jan van Hoofd zocht het voor ons uit en legt verbanden tussen de pesterijen van mens en dier. Het boek telt 900 bladzijden, maar dat maakt de piepjonge Waldemar Torenstra niks uit. Hij verslond de ontdekking van de hemel als een stripboek.